Dus ik bloosde. Ik bloosde, ik zei nee. Maar na verloop van een jaar, slechts een jaar, werden wij een paar. En stonden wij op de stoepen van het stadhuis. Aan de overkant. Vergeet niet af en toe omhoog te kijken dat u niet alleen de lelijke etalage ziet, maar ook de prachtige gevels. Iemand die je aanbiedt om te zorgen of om te verzorgen. Dat er iemand zegt, ja, maar dat is een taboe om te zorgen. En daar staat jouw daar staat Sol. Sol. Wat zou nou de soul, wat is de soul van de creativiteit van Maastricht, als ik dat nou nu vraag? Dus voor mij zit die toegankelijkheid van de kunst en de cultuur in het algemeen dat ook heel sterk gekoppeld aan kunsteducatie. Ja. Oud en nieuw verbinden, dat had jij opgeschreven. Ja, is dat wat anders dan wat erop zit? Ja, meer ook naar dat idee van meneer in de wijken ook. En dat er gewoon meer creativiteit ook te zien is en dat er meer gebeurt. Nou, je hebt als je de wijk binnenkomt aan de Bosstraatkant, dat je daar een grote muur hebt. En dat was een saaie muur waar iemand dan sphinxborden op heeft geschilderd. En dat is verbinding tussen het oude van de stad. Het heeft allemaal betrekking wel op stadsgebeuren. Op de binnenstad ook, van Sphinx en Moza, de serviesgoed van Moza. Wat hij dan op muur gaat schilderen. Oh.